Landgenoten, het is alweer kerst en voor de tweede keer moeten we het doen met de last van COVID die boven ons hoofd hangt. Laat de moed niet zinken en misschien moeten we het ongemak van COVID nu eens eindelijk gaan omzetten in een opportuniteit. Een gelegenheid om na te gaan hoe wij op afstand toch nog genegenheid en naaste liefde aan elkaar kunnen tonen. Tijd om ons los te rukken van de verslaving van materiële luxe. Zaken die de afstand tussen ons en de natuur steeds meer vergroten. We moeten ons meer gaan richten op zaken die ons geestelijk en oprechter bij elkaar brengen, waardoor wij als mens beter worden. Zaken zoals naastenliefde, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid en wederzijds vertrouwen. Laten we de toenemende valssprekerij over elkaar nalaten en ons meer richten op het goede dat in elk van ons leeft, ook al zien wij dat niet altijd. We maken moeilijke tijden mee, maar met meer positiviteit komen we sneller op een betere plek. Een vrolijk en gezegend kerstfeest toegewenst met veel liefde, vergevingsgezindheid en behulpzaamheid. May God bless you all.